De behandeling van de wet collectieve rechten inheemse en tribale volken is gisteren eindelijk van start gegaan in de Nationale Assemblée. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam haalde daarbij aan dat het belangrijk is dat er naar de internationale verdragen en de juridische verplichtingen van Suriname wordt gekeken. Deze zaken zijn belangrijk bij het erkennen van de rechten van de doelgroep en bij de erkenning van het traditioneel gezag. Ook moet er rekening worden gehouden met het zelfbestuur en autonomie voor inheemse, meent Vreedzaam. Omdat het gaat om het traditionele leefwijze en het gaat om participatie. Wanneer we praten over democratie, dan is participatieve democratie is dat heel belangrijk. En als ik zo naar de president hoor en ik praat over Pikisa, dan, voorzitter, is voor mij duidelijk dat er geen respect is en dat eigenlijk autonomie van zelfbestuur en rekening daarmee wordt gehouden. De dorpsgemeenschappen hebben besturen, ze hebben hun leiders en er rekening daarmee worden gehouden omdat zij ook een verantwoordelijkheid dragen. Vreedzaam haalde ook aan dat er rekening gehouden moet worden met de erkenning van de rechten van inheemse en tribale volken door het internationaal recht. Bij de verdere behandeling hoopt ze dat alle 51 leden van de Nationale Assemblée op één lijn staan, zodat de wet breed gedragen kan worden. Zowel Vreedzaam als andere DNA-leden vroegen bijzondere aandacht voor het onrecht dat de inheemse en Marons jarenlang is aangedaan. De DNA-leden willen graag dat alle randvoorwaarden in orde zijn voordat de wet wordt aangenomen.